Hey traders, ja, waarom opties? Goeie vraag, want over opties bestaan nogal wat vooroordelen. Moet je maar eens roepen op een verjaardag dat je iets in opties doet op de beurs. 9 op de 10 keer dat je dan hoort opties. Oh nee, dat is niks voor mij, veel te risicovol. Dan voel ik me net dat mannetje uit die film die aan die wijzerplaat hangt. En anderen die zeggen dan weer, nou, opties, dan moet je er allerlei ingewikkelde formules voor kennen om een beetje rendement te maken. Maar is dat nou waar? Zijn opties risicovol? Nou, eerlijk gezegd, opties zijn niet risicovol, maar veel optiehandelaren zijn dat wel. Kijk, een auto is op zich ook niet gevaarlijk. Het gevaar zit hem in degene achter het stuur. Als die door rood rijdt bijvoorbeeld, of met 80 door een woonwijk scheurt. Dus opties zijn pas risicovol als je niet weet wat je doet en als je geen plan hebt. Maar oké, dat geeft misschien nog geen antwoord op de vraag, waarom dan toch handelen in opties? Wat is daar nou zo aantrekkelijk aan? Nou, er zijn meerdere argumenten voor te geven. Ik beperk me eventjes tot de 3 belangrijkste. En de eerste is de hefboomwerking van opties. Dat wil zeggen, met een geringe investering kan je een groot bedrag controleren. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Het tweede is de flexibiliteit die opties bieden. Met opties kan je rendement maken in elke markt, of die nou stijgt, daalt of zijwaarts gaat. En het derde is de bescherming die opties bieden als er een storm opsteekt op de beurs en de koersen dalen. En dat is erg prettig voor je nachtrust. Oké, met een geringe investering een groot bedrag controleren. Wat betekent dat? Nou, laten we eens kijken naar het volgende aandeel. Dit is het aandeel Priceline. En dat screenshot maakte ik op 26 september 2017. Nou, inmiddels, zoals je misschien weet, is de naam Priceline veranderd in Booking met de ticker BKNG. Maar laten we eens aannemen dat je destijds het aandeel Priceline graag in portefeuille had genomen. Nou, er is wel iets voor te zeggen als je de koers van het aandeel vanaf 2015 ziet. Dat is een mooie uptrend en bovendien is de koers daarna nog veel verder gestegen. Alleen de prijs. Stel dat je 100 aandelen zou willen kopen. Dan komt dat neer op een investering van $183.000. Nou ja, dat is een bedrag dat de meeste mensen toch al een beetje hoofdpijn bezorgt. Nou, in plaats van 100 aandelen Priceline kan je ook een call optie kopen. Nou, verderop in deze cursus leer je dat nog wat dat is, een call optie. Maar in elk geval heb je daarmee het recht om 100 aandelen te mogen kopen. Nou, stel nou dat je denkt dat de koers van Priceline na een maand gestegen zal zijn van ongeveer 1830 naar 1900. Nou, dan heb je toch een mooie 3,8% winst op je aandelen. En dat is lang niet gek. Maar als we nou in plaats van die aandelen deze keer de 1830 call hadden gekocht, dan hebben we dus het recht om 100 aandelen tegen een koers van 1830 te mogen kopen. En als we nou hadden gekozen voor een maand looptijd, dan had die call optie destijds $37 gekost. Nou, bij opties gaat alles maar 100, dus in totaal had dat betekend een investering van $3700. Maar als Priceline nou inderdaad was gestegen naar 1900, dan was die call optie ineens $70 waard geworden. Ook weer maal 100, dus had je een rendement gehad van 89% op de optie. Nou, ten opzichte van die 3,8% op de aandelen is dat natuurlijk helemaal niet gek. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kies dan toch liever voor de optie. Want ik hoef minder geld op tafel te leggen en mijn winstpotentieel is vele malen groter. Nou, dat is nou de hefboomwerking van opties. Tweede argument voor opties is dat je rendement kunt maken in elke markt, dankzij die flexibiliteit. Dus een groot voordeel ten opzichte van aandelen, want ja, als je aandelen koopt, dan kan je maar op één manier geld verdienen. En dat is als de aandelen stijgen. Dat is vrij duidelijk. Maar met opties is dat anders. Als optiehandelaar kan je in elke marktomstandigheid rendement maken. Je kunt inspelen op een stijging, maar ook op een daling. En zelfs als je denkt dat een aandeel de komende tijd helemaal niks gaat doen, een beetje neutraal gaat bewegen, dan nog kun je rendement maken. Kortom, met opties ben je een stuk flexibeler dan met welk instrument ook.
Nou, in tegenstelling tot aandelen kunnen opties ook bescherming bieden tegen slecht weer. Want stel je bezit 100 aandelen en de koers gaat ineens dalen. Ja, zeggen aandelenbeleggers dan altijd, maar ik heb een stop-loss onder mijn aandelen altijd liggen. Dus mij kan niks gebeuren. Nou, dat is op zich natuurlijk heel verstandig dat je een stop-loss gebruikt, maar het is lang niet altijd een waterdichte garantie. Want kijk even naar deze grafiek. Dat is EWZ, dus de ETF van Brazilië. Nou, zoals je misschien weet, is een ETF een mandje aandelen, in dit geval van een heel land en ook nog eens van een behoorlijk groot land. Want Ambev zit daarin, de bierbrouwer, maar ook Petrobras, de energiegigant en nog een paar van dat soort grote jongens. En zo'n ETF maakt normaal gesproken geen al te gekke bokkensprongen, zou je denken. Maar kijk wat er gebeurde op 18 mei 2017. De koers daalde toen in één dag met ruim 16%. Nou, gegarandeerd dat een stoploss je daar niet had kunnen behoeden voor een flink verlies. Want ja, de markt werd op dat moment overspoeld met verkooporders. En zeker weten dat de koers door je stoploss was geknald en dan had je hier in het putje gezeten. En dan had je daar ook maar weer moeten zien uit te klimmen om in ieder geval weer break-even te komen. Nou, de koers is later wel weer hersteld, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar had je nou een put-optie ter bescherming gekocht, dan was het grootste deel van het verlies je bespaard gebleven. Dus, opties hebben een hefboomwerking, ze bieden flexibiliteit en ze bieden ook bescherming tegen dalende koersen. Samenvattend, zijn opties risicovol of moeilijk? Nou, nee, helemaal niet. Je moet alleen even weten hoe je slimmer met opties moet omgaan.